We zijn in West-Brabant en daar hebben we Petra Wevers op de fiets. En mijn naam is Jacqueline Peek, want ik wil je laten voorstellen aan Petra, want zij is voorfietser voor de regio's West-Brabant en Goeree over Flakkee. En vertel Petra, wie ben je in het dagelijks leven? Ja, nou een oververhitte dame. Die een behoorlijk warme fietstocht achter de rug heeft. Nee, ik kom hier zelf uit deze gemeente, gemeente Moerdijk. We zijn hier op camping Markdal, in Standerbuiten, vlakbij, zo 10 minuutjes fietsen. Ik heb zelf een bedrijf en dat heet Krachtig Buiten. En dat is een projectbureau, adviesbureau, om allerlei activiteiten te doen om kinderen dichter bij de natuur te krijgen. Natuurlijk spelen en ontmoeten. En participatie, verbinden, netwerken, dat is eigenlijk wel mijn kwaliteit. En voornamelijk projecten op het gebied van speelnatuur, groene schoolpleinen en buurtmoestuinen. Okay. Maar het heeft wel allemaal raakvlakken met gezondheid, leefomgeving. Waar komt het eten vandaan? En natuur. Kijk, en ik zal even uit beeld gaan, want dan kan je even al dat prachtige fruit achter jou zien. Ja. Moet ik nog even een beetje bijschijnen zo? Kan je het zo nee, het waren zien? Al prima te zien hoor. Oh, dan ga ik weer terug. Ja. Ja, we staan hier in de pluktuin. Dat is ook het mooie. We zijn vanmorgen om 9 uur begonnen met de wethouder hier van gemeente Moerdijk, Danny Dingemans. En we hebben hier ook al pruimen en bramen en frambozen geplukt. En ja. Kinderen kunnen hier ook gewoon met ouders, grootouders hun eigen bakje vullen. En daar zijn we vandaag mee begonnen. Het is echt puur natuur gestart wat dat betreft. Ja, juist. En ja. Dat we weten waar het eten vandaan komt. Ja, ja. En dat is, zijn hier nog vrij nieuwe campinghouders. Maar hebben hier een prachtige pluktuin gerealiseerd. En nodigen dus inderdaad ook gewoon ouders en kinderen uit om zelf te plukken. En ja. Hoe leer je het beste door het zelf te doen? Ja, inderdaad. En proeven vooral natuurlijk. Zeker. Ja, oh, frambozen. Deze is nog niet rijp. Ja, die frambozen waren erg lekker. Oh, ik weet het. Ja. Ja. En je bent voorfietser geworden van Fietsen voor mijn Eten. Wat is dat eigenlijk, Fietsen voor mijn Eten? Ja, dat is een platform wat Maria van den Ende gestart is in Westland. Eigenlijk met z'n allen zorgen dat we weten waar zitten nou al die verkoopstalletjes en streekwinkels. En dat is verbonden aan een website met de actieve regio's. En in West-Brabant en Goeree over Flakkee was daar nog niet actief iemand bezig als voorfietser. En Maria heeft toen naar mij gevraagd, na een korte kennismaking, van zou dit iets voor jou zijn om dat dan te doen voor deze regio's? En ik had in die tijd, coronatijd, hè, had ik ook geen werk, want ik breng vooral mensen bij elkaar. En dat mocht even niet? Nee, dat mocht even niet. Dus alles werd on hold gezet of uitgesteld of afgelast. Dus ik zat een beetje ook met mijn ziel onder mijn arm. En ik was wel begonnen aan een voedseleducatieproject met Jong Leren Eten van de GGD en de IVN. Ja. En daar vertelden ze dat inderdaad Maria daar begonnen was in het Westland met fietsen voor mijn eten. Ja, en dat zat zo goed in elkaar. Ik denk, ik hoef zoiets zelf niet te verzinnen. Nee. Ik haak heel graag aan. Ik laat even de regio's zien, de twee regio's waar jij zelfs de voorfietser van bent. Ik haal jou ook even uit beeld, zodat we het kaartje groot in beeld krijgen. Dit is van de website. En daar kun je dus klikken bovenin op actieve regio's. En dan zie je onder andere West-Brabant en Goeree over Flakkee staan. Dit is een Goeree over Flakkee. Ja. Dus dat zijn de regio's waar jij in actief bent. Maya is begonnen in Westland. En in Salland is een regio. In Noordoost-Brabant is een regio. Daar zit Miranda van de Wouw. En wil je nou ook voorfietser worden? Kijk even op de site en ga naar Word Voorfietser. Dan vind je alle informatie erover. En wie weet kan je ook gelijk een regio op de kaart zetten, letterlijk. Hè? Ja, kom mee helpen zou ik zeggen. En naast de website is er natuurlijk ook de Facebookpagina en de Facebookgroep. Hier is een voorbeeld even van de Facebookgroep in beeld. Fietsen voor mijn eten, West-Brabant, een bietje gezond. Ja, ja.
En daarin kunnen mensen die dus de route doen, wat kunnen ze daar vinden of plaatsen? Ja, het is eigenlijk, je kan lid worden van deze Facebookgroep. Ik post daar heel veel berichtjes van de plaatselijke ondernemers die een nieuw product, wat toevallig net weer in de winkel te vinden valt of in het verkoopstalletje. Maar het is ook heel leuk om de buit van wat ze gekocht hebben, wat de fietsers gekocht hebben, dat ze zelf daarop posten. Of de aannemers, of de aanbieders gaan zelf hun producten posten. Maar ook fietsverslagen. Dus ja, die van vandaag, daar wordt natuurlijk een mooi verslag van gemaakt, onze polderroute. Ja. Dat gaan we natuurlijk ook delen op onze Facebookgroep. Dus hou hem in de gaten, want dan kan je zien wat er allemaal vandaag onderweg op jullie fietstocht samen met Marja gekocht is allemaal. Ja, zeker. Helemaal goed. Nou, even bijkomen nu uit de zon. En dan dankjewel Petra voor het voorstellen en succes met jouw regio's. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Oké. Okay.